Dames en heren, goedemiddag. Het is volgens mij bijna 12 uur. Van harte welkom allemaal. Voor alle duidelijkheid, straks na afloop is er voor de fotografen gelegenheid om het hele technische team op de foto te nemen. Dus daar maken we enige ruimte voor, want jullie zijn met velen. Voor degenen die hier altijd komen, er is een persmap met alle gegevens voor Jong Oranje dat tegen Italië speelt en het Nederlands team beschikbaar. Gezien hoe ver het mensen is er ook een aantal tv-stations aanwezig dat we een afloop de kans geven om één op één te praten, te spreken met Louis van Gaal en anderen en Bert van Oostveen uiteraard. Dat houdt in dat we vrij snel hier concreet met de vragen kunnen gaan beginnen van alles iedereen die zijn hand opsteekt. Een merendeel van u kennen wij, een aantal gezien blijkbaar de aard van deze bijeenkomst ken ik niet. Misschien dat die dan even zich kunnen voorstellen, zodat we weten met wie we van doen hebben. U heeft ook onze technische staf, nieuwe technische staf, zien binnenkomen. Die zijn er afgelopen ook in de tuin met een glaasje en een drankje te ondervragen, voor zover dat gewenst is. We trappen af met eerst meneer Van Oostveen, dan meneer Van Gaal, die zijn selectie bekend maakt. En daarna kunnen we vragen stellen aan beiden, indien gewenst. Dus nogmaals welkom en het woord aan de directeur betaald voetbal van de KVB, de heer Van Oostveen. Die wordt begeleid door een kanarie. Oh, dit is het vol geluid wat ik hoor. Dan wel twee stemmen, hoop ik. Ja. Ik weet niet wie deze ringtone heeft uitgezocht, maar ik adviseer hem dringend om een andere te nemen in ieder geval. Ja. Overbodig om te zeggen dat de telefoons graag uit zijn bij deze bijeenkomst. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat je daarmee zou beginnen, Kees. Maar dat dat niet nodig was. Dames en heren, ook namens mij van harte welkom hier in Zeist. Naast ons, het zal u niet zijn ontgaan, zit onze nieuwe bondscoach Louis van Gaal. En daar zijn we als KNVB buitengewoon trots op. Na teleurstellende EK en de daaropvolgende evaluatie was het helder dat de KNVB op zoek moest naar een nieuwe bondscoach. Een frisse blik op Oranje voor de al snel startende WK-kwalificatie. U weet, die begint september met de wedstrijd tegen Turkije. En die ook bepaald niet eenvoudig is. Het was dus zaak snel te handelen. Zoals u wellicht weet, ben ik als directeur betaald voetbal verantwoordelijk voor de aanstelling van een bondscoach. En zoals u ongetwijfeld ook zult begrijpen, doe ik dat niet alleen. Na het vertrek van Bert van Marwijk heeft de KNVB op basis van de visie en structuur die een aantal van u als vaste Oranjevolgers gisteren al heeft gezien in de presentatie van Mohamed Allagh, onze technisch manager, een profiel opgesteld en aan de hand van het profiel hebben we een korte marktverkenning gedaan. Louis van Gaal was daarna de eerste met wie wij hebben gesproken. We zijn op zoek gegaan naar iemand met visie, iemand met status en iemand met gevoel voor innovatie. Want dat moet als je mee wil met de top van de wereld. We zochten een people manager. Iemand die bekend staat om zijn collegialiteit en zijn persoonlijke en ook directe benadering. Want ook dat moet als je mee wilt. En als je teamspirit en passie hoog in het vaandel hebt. En, last but not least, zochten we iemand die het klappen van de zweep kent en die weet waar hij aan begint en die vol overtuiging die uitdaging aangaat. Want ook dat moet als je gaat, zoals wij met de KNVB, met ons Nederlands elftal, voor sportief succes. We vonden elkaar heel snel in Noordwijk, in de toekomstvisie en in de uitgangspunten. En we zijn ervan overtuigd dat we een mooie en succesvolle periode met elkaar tegemoet gaan. Dat was meneer Van Oostveen. Straks vragen voor hem. Louis van Gaal. Ik zal eerst even mijn brilletje opzetten, want ik heb natuurlijk wel een gedicht gemaakt. Daar zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten. Maar helaas, de KNVB is niet zo'n gemakkelijke werkgever als bijvoorbeeld Ajax. Ik mocht geen gedicht voorlezen. Dus, jammer. Ja. Het was wel toepasselijk geweest, vind ik, want ook bij de KNVB heb ik al gewerkt, zoals iedereen wel weet. En ik ben hier ook weer teruggevraagd. En dat vind ik een geweldige uitdaging, maar ook een eer. En eigenlijk heb ik erop gewacht. Ik heb eigenlijk maar met twee clubs gesproken in het voortraject, terwijl ik vele malen de kans had
om te tekenen bij een fantastische club in het buitenland. Maar ik heb eigenlijk alleen maar voor mijn club gekozen, omdat zij mij vroegen, en dat was Ajax. En ik heb alleen maar met Liverpool gesproken, omdat ik dat ook een fantastische uitdaging vond. Topclub in de Premier League, waar ik nog niet gewerkt had. En waar ik dus ook nog niet kampioen was geworden. En ik wilde dat ook graag wel laten zien. En voor de rest heb ik alles nee tegen gezegd. En hopende dat ik een kans zou krijgen bij een nationaal team. Nou, uiteindelijk is dat het Nederlands elftal geworden. Ja, mooier kan niet in mijn ogen. Want het is een geweldige uitdaging. En ja, dat doe ik met een staf die ik zelf heb mogen samenstellen. En dat deed ik in een zeer moeilijke periode. Want in principe was iedereen al vastgelegd. En natuurlijk heb ik wel mensen die heel graag met me willen samenwerken. Maar die mensen moeten ook nog brood op de plank hebben. En die hebben uiteindelijk ook getekend. Maar ik ben dolblij met deze staf. Want ik begin dan met mijn eerste assistent en dat is Danny Blind. Danny Blind, denk ik, heeft het meeste in- en overzicht van de Nederlandse jonge talenten. En een opdracht van de KNVB is ook om door te selecteren. Het moet natuurlijk wel kwalitatieve, goede jeugdtalenten zijn. Het moet ook niet ten koste gaan van het resultaat. En daar zit de bottleneck in natuurlijk. Zeker als je de doelstelling ziet van de KNVB. Dat is WK-kwalificatie, dat is dan zeg maar de middellange termijn. Maar op lange termijn is het gewoon bij de eerste vier in Brazilië. Nou, als je bij de EK de voorronde niet doorkomt en je moet ook nog een WK spelen waar landen als Brazilië en Argentinië bijkomen, dan is dat natuurlijk een heel hoog doel. Maar ik denk altijd dat je de lat hoog moet leggen en dat je daar naar moet streven. Dus ik ben er niet ongelukkig mee. Ik kom in een fase waarin het zeer moeilijk is om spelers te beoordelen. En dan kom ik weer terug op Danny Blind. Ik heb hem juist gekozen, niet alleen omdat ik weet wat ik aan hem heb, maar ook omdat hij het natuurlijk het meest uitgebreide overzicht heeft over de jeugdige toptalent. Omdat dat zijn functie ook was bij Ajax. En hij ziet het spelletje goed. Althans, als ik het spelletje ook goed zie, dat worden wel eens vraagtekens achter geplaatst, maar dan ziet Blind het ook goed. En als tweede assistent heb ik Kluivert genomen. In principe was Patrick Kluivert mijn eerste keuze. Maar jullie weten hoe flexibel ik ben. De KNVB kwam met Kiofani van Bronckhorst. En ik vond dat ook een zeer goede kandidaat. En omdat ik het Ajax-gehalte niet al te hoog wilde houden, denk ik, ja, dat is niet eens zo slecht. Kiofani van Bronckhorst. Want bij Feyenoord zitten inderdaad grote talenten. En dan heb ik de eerste voeding al met zo'n assistent. En Kiofani van Bronckhorst, ja, die heb ik ook nog volgens mij laten debuteren. Daar heb ik een hele goede band mee. Vond ik een goede keuze. Helaas had hij het te druk. Hij deed de coach de cursus, ik denk, van cursus 1. Of doet hij coach betaald voetbal? Coach betaald voetbal. Hij doet het belofteteam nog. En hij is assistent van Ronald Koeman. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar geen tijd voor had. En dan kom je uiteraard bij mijn eerste keuze terecht. Patrick Kluivert. Ja, Patrick Kluivert ken ik als voetballer. Ken ik als stagiaire. Ken ik als trainer. Want hij heeft bij mij ook nog mogen trainen. Dat mogen niet veel stagiaires. Heeft
de ambitie om een toptrainer te worden. En ik ken hem ook als mens. En hij is een heel goed mens. En ik denk dat hij een rol kan spelen in de overbrugging van de zogenaamde generatiekloof tussen de speler van nu. Ik ben toch al boven de 60. Dus als er een generatiekloof zou zijn, dan zou hij dat op kunnen lossen voor mij. Dan heb ik, zoals u heeft gezien, Frans Hoek. In mijn ogen de beste keeperstrainer die er is. En ik ben blij dat hij ook eigenlijk gewacht heeft op deze kans. En ja, de keus voor Jos van Dijk is ook niet zo moeilijk, want daar heb ik de laatste jaren mee gewerkt. En als bij de KNVB innovatie een belangrijk element is, dan is Jos van Dijk de meest ideale inspanningsfysioloog die zich op een breed terrein heeft ontwikkeld. En ook met iedere universiteit hier in Nederland heeft samengewerkt op het gebied van arbeid en herstel. Ja, ik moet niet iemand vergeten, dus ik heb ook Edward Metgod aangesteld. Die is helaas hier niet aanwezig, omdat ik het veel belangrijker vond om spelers te scouten. Ik heb net al gezegd, we zitten in een ongelooflijk moeilijke periode. Er zijn spelers die zich voorbereiden, bij een club zijn en gelukkig zijn. Maar er zijn ook spelers die van club willen veranderen. Die een beetje tussen het wal en het schip verkeren. Die amper getraind hebben. Niet eens bij de eerste ploeg mee mochten. En waarvan ik toch een oordeel moet geven of ik hem selecteer of niet. Ja, dat is dus heel moeilijk. Ik heb ook een selectie gemaakt van 24 spelers. Omdat ik niet eens weet of iedereen wel fit is. En wil je het voetbalspelen dat ik voorsta, moet je wel erg topfit zijn. En het is ook tegen mijn filosofie in als ik niet fitte spelers aantrek. Vandaar dat ik er eentje meer heb meegenomen. En ik heb ook de selectie op grond van het feit gekozen dat ik nog met de spelers waarvan ik denk die kunnen nog een rol betekenen voor het Nederlandse voetbal. Ondanks dat ze amper een wedstrijd gespeeld hebben. En met name is dat Robin van Persie en Rafael van der Vaart. Die hebben, gisteren heeft Rafael 30 minuten gespeeld. In de tweede helft is hij ingekomen. Tegen Valencia met Tottenham Hotspur. Ze hebben 2-0 verloren. Daar is Edward Metgod. Kom ik weer terug. En dan ziet u meteen hoe moeilijk het is om spelers dan toch te selecteren. Maar dat heeft te maken dat ik natuurlijk ook wat teamgesprekken moet voeren. En ik denk dat Van der Vaart en Van Persie belangrijke spelers zijn. Ook voor de toekomst van dit Nederlands elftal. Max Rekkers. Ik noem hem altijd mijn computergoeroe. Maar uiteindelijk is hij in mijn ogen de ster in performance assistentie. En Max heb ik al bij AZ uit het hockey gehaald. Nou, als u naar hockey kijkt, dan ziet u dat hockey veel verder is als voetbal op bepaalde aspectgebieden. En juist die gebieden waar Max ook sterk in is. Dan houden we gewoon Spelbos als hoofd scouting. We houden gewoon Kees als perschef. Ik ben zeer verguld dat hij dat wil doen. Ja. En jij ook? Ja, ik hoor. Okay. Nou, dat komt goed uit. En we houden Hans Jorisma als teammanager, omdat zij natuurlijk zoveel ervaring meebrengen. En ook natuurlijk kennis hebben van de manier waarop het Nederlands elftal begeleid zou moeten worden. Met die staf doen we het. Maar we hebben ook nog een medische staf. En de medische staf staat ook onder mijn leiding. Dat heb ik uitdrukkelijk verzocht, want ik vind dat het altijd zo hoort. Ik moet zeggen, de doktoren hebben daar meestal wel moeite mee. Maar ook daarin zijn we geslaagd eigenlijk, in ieder geval voor de eerste wedstrijd. Want u begrijpt dat het niet alleen voor de stafleden moeilijk was om geselecteerd te worden en om ze vrij te maken bij hun clubs om bij mij te assisteren. Maar dat geldt natuurlijk ook
voor de medische staf. Iedereen is vastgelegd. En ik wil alleen maar in mijn ogen de beste dokter. En de beste assistenten in mijn ogen. Dus wat de doktoren betreft is het helemaal heel moeilijk geweest. En ook bij de fysiotherapeuten is dat heel moeilijk geweest. Dat is trouwens nog niet rond. Maar we vertrekken wel. We gaan van start met de beoogde mensen. Die bij mij ook op de eerste plaats stonden. Edwin Goedhart. Die nu bij Vitesse een contract gesloten heeft. Maar die heeft zich beschikbaar gesteld om in ieder geval de eerste wedstrijd te doen. We krijgen een dokter erbij, Piet Bon. Omdat ik denk dat een huisarts altijd aanwezig moet zijn. Een sportarts is Edwin Goedhart. En een huisarts die heeft met hele andere zaken te maken. En Piet is ook laagdrempelig. En zou heel goed ook de warme vader kunnen zijn voor veldspelers. Dat heeft hij ook altijd gedaan bij Ajax, in mijn tijd. En daarom is mijn oog ook op hem gevallen. En de derde, ja u schrikt, de derde van de medische staf, omdat ik vind ook dat het verantwoord is om een orthopeed er altijd bij te hebben. En dat is Rien Heijboer. En die komen dan allemaal de eerste wedstrijd. Maar het is allemaal part-time en het is moeilijk. En ze hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden nog. Dus hoe dat in de toekomst eruit zal zien, dat weet ik zelf niet. Maar nu heb ik in ieder geval voor België een goede medische staf. De fysiotherapeuten. Ricardo de Zanders is onze hoofdfysiotherapeut. Arno Philips heeft van Guus, ben ik hem zeer erkentelijk voor, toestemming gekregen om weer als fysiotherapeut bij het Nederlands elftal te vertoeven. Dus die komt uit Ansi. Maar dat geeft weer hoe moeilijk dat is geweest om een staf samen te stellen. En we hebben zeg maar als fysiek trainer, fysiotherapeut, een derde man aangetrokken. En dat is René Wormhout, die ik nog uit de Ajax-periode. Daarnaast hebben we nog twee masseurs. Robbie Koster. Die ken ik ook uit de Ajax-periode. En Piet van den Burg, dat is een nieuwe masseur. En dan denk ik, Kees, dat ik de hele staf heb voorgesteld. En ik moet zeggen, de KNVB heeft zich zeer goed en professioneel opgesteld om aan de wens van Edwin Goedhart, die daar natuurlijk een belangrijke stem in heeft, en Ricardo de Zanders, om ook al die mensen ook aan te trekken. Maar dan komt het grote moment. Die staf is nu bekend, daar gaan we het mee doen om het doel te bereiken, kwalificatie voor Brazilië. Wij doen dat met de volgende mensen. Ik doe dat in alfabetische volgorde. Afalai, Dorst, Emanuelson, Heitinga, Huntelaar, Martins Indy, zat er niet bij. Die heb ik dinsdag gezien en toen heb ik hem er snel bij gehaald. De Jong, Krul, Nigel de Jong, Krul, Kuit, Lens, Maher, Matthijsen, Narsing, Van Persie, Van Rijn, Robben, Snijder, Stekelenburg, Strootman, Van der Vaart, Viergever, Vorm, De Vrij, Willems. Dat zijn er 24. En daarmee proberen we een eerste stap te zetten naar het korte termijn doel. En dat is de eerste maand, twee maanden goed door te komen. Want dat was in mijn eerste bondscoachschap eigenlijk ook het grootste probleem. En nu heb ik eigenlijk hetzelfde probleem. Alleen, we moeten natuurlijk die korte termijn goed doorkomen. Dat is wel essentieel, anders blijf je weer achter de feiten aanlopen. Ik dank u wel. Gelegenheid om vragen te stellen nu. Er zijn microfoons in de zaal. Even wachten tot die bij jullie is. Vragen aan meneer Van Oostveen, aan meneer Van Gaal in willekeurige volgorde. Wie trapt af? Ja. Ja.
Ik dacht jij straks één op één zou doen, maar... Mag ik een vraag stellen? Of, je mag een vraag stellen. Welkom trouwens. Dankjewel Bert. Ik ben erg blij dat ik weer jou zie. Nou, dat is vrij wederzijds ook. Ik weet het, Bert. Als het maar tot resultaat leidt ook trouwens. Is dat trouwens lastig naar zo'n EK, om die groep weer op de rails te krijgen? Dat moet ik ervaren. Dat kan ik nu helemaal niet zeggen. Ik heb de kans natuurlijk om met de ex-leden uit de staf van Bert van Marwijk te praten. Heb ik in principe niet gedaan. Ik heb ook niet met Bert van Marwijk gesproken. En met spelers? Ook niet met spelers. Omdat ik onbevooroordeeld wil beginnen. Want de chemie tussen spelers en technische staf en medische staf enzovoort is afhankelijk van de mensen die op dat moment daar vertoeven. Dus ik ben een heel ander mens als Bert van Marwijk. En mijn stafleden zijn bijna allemaal nieuw. Dus het gaat erom hoe spelers direct op ons reageren. Dat zullen we moeten ervaren. En naar aanleiding van hoe we dat ervaren, gaan wij mensen benaderen en overtuigen. Dus ja, dat is voor mij ook nog een spannende vraag. Ja, want verwacht je niet dat het EK ook bij spelers nog erg na-echoot? Want er is wel wat gebeurd daar. Behalve dat er... Dat zeg jij, maar ik heb de indruk ook van buitenaf. Maar ik wil het graag met die jongens bespreken. Want daar gaat het om. En dan wil ik dat ook goed bespreken. Maar we moeten zo snel mogelijk naar de toekomst kijken. Want we hebben geen tijd. Nee. Eén vraag nog over het systeem. Hè. We hebben met Nederland zelf al heel lang gespeeld met twee controleurs. Dus wel erg voetbaltechnisch allemaal. Maar ga jij het in dat opzicht ook heel anders doen? Ook dat, Bert. Want ik vind dat spelers daar ook een grote verantwoordelijkheid in hebben. Ja, natuurlijk weet ik hoe ik wil spelen met deze spelersgroep die wij geselecteerd hebben. Weet ik hoe ik ga spelen. Maar volgens mij moeten die spelers daarmee eens zijn. Het is hun WK. Het is ook mijn WK. Ik geef richting daaraan. Maar het zou onverstandig zijn om een systeem te spelen die ik graag wil en die spelers niet. Dus ook dat is een vraag die eigenlijk te vroeg gesteld is. Het is wel een goede vraag, moet ik zeggen, Bert. Maar... Ben je daarin veranderd eigenlijk? Want, Nee, ik ben altijd zo geweest. Alleen ja, het moet opgepikt worden. Ja. Ja, ja. En dat is te weinig gebeurd, begrijp ik. Nou, dat zijn jouw woorden, hè? Ik heb dat niet gezegd. Goed, dank je. Siert de Vos. Even wachten, de microfoon, want... Ja, geen gang. Nou, daarop voortbedurend. Als je jezelf nu vergelijkt met de bondscoach Louis van Gaal van 10, 12 jaar geleden... Wat is er dan, behalve ouder, wijzer, nog wijzer, wat is er dan anders? Dat zou mijn moeder ook zeggen. Mijn moeder zei altijd, de wijsheid komt met de jaren. Maar inhoudelijk ben je een andere coach? Dat is niet altijd zo, hè, Siert. Dat weet je ook wel. Dat de wijsheid niet met jaren komt, dat is afhankelijk van de persoon. Toch? Ja, klopt. Oké, dank je. Nee, wat anders is... zijn volgens mij de spelers. Wat anders is, zijn volgens mij de talenten. Want ja, misschien, jij weet het nog wel, denk ik, Siert. In mijn periode hadden we de Nandrolon-affaire. In mijn periode hadden we dat Van Nistelrooy anderhalf jaar geblesseerd was. Dus ik moest wel andere spelers selecteren. En jongere spelers, alleen... Op dat moment was er niet veel. En ik heb al Van der Vaart laten debuteren. Ik heb al Van Bommel laten debuteren. Dat weet niemand meer. Maar het is wel het geval. En nu heb ik wel het gevoel dat er een lichting is van jonge talenten. En ja, ik ben ook afgegaan op Danny en op Patrick. Maar ja, ik heb Martens Indy gezien tegen Kiev. Ja, dat vond ik echt een openbaring. En natuurlijk heeft hij in Jong Oranje gespeeld en in al die andere selecties. Maar de vraag is of hij die stap kan maken. Of die jeugd. Was of de coach anders is geworden. Ja, maar dat is afhankelijk van. Het is een chemie tussen spelers en de coach. Het is niet een vaststaand feit. Het spijt mij. Het is afhankelijk van die chemie. Dus
De keuze is aan de bondscoach om spelers te kiezen. En de coach is waarschijnlijk nog geduldiger geworden. Maar voor de rest heeft hij dezelfde visie. En dat is ook de reden waarom de KNVB bij mij terecht is gekomen. Nog één vraagje. Maar misschien kan je dat aan mijn directeur en enige baas vragen. Enige baas? Ja. Nou, er was gisteren ook onduidelijkheid over, heb ik begrepen. Oh, nee, van mij niet hoor. Oké. Okay. Ik heb nog één vraagje. Bij Mart Smeets in Londen zat een hele ontspannen Louis van Gaal. En die liet zich min of meer ontvallen dat hij de KNVB kwalijk nam dat hij niet een maand eerder kon beginnen. Nou, dat is financieel, hè. Ik had het over het financiële. Maar ik ben heel blij, want ze hebben al mijn beloftes ingelost met mijn assistenten. En dat had ik ook gezegd. Als ze iets meer mogen, mocht hij doen van mijn salaris. Maar ja, dat doet de KVB niet. Dus daar ben ik hem ook wel erkentelijk voor. Gelukkig, hè? Hè? Maar... ga door. Hans Kraaij junior. Louis en ook Bert... echtscheidingen en als mensen uit elkaar gaan, ik weet er alles van, dat kost heel veel geld. En jullie hebben afscheid genomen van Bert van Marwijk, maar als ik zoveel nieuwe mensen zie... Louis, vind je niet, en Bert, in het kiekelzocht daarvan jij, dat je de KNVB met heel veel kosten hebt opgezadeld met deze scheiding van Bert van Marwijk? Nee, dat vind ik niet. Kijk, als je kijkt naar, naar uiteindelijk het EK, dat verloopt teleurstellend. En uiteindelijk besluit een bondscoach om te stoppen. Dan is het evident dat altijd in het kielzog van een bondscoach een aantal mensen meegaan. En je kunt ervan op aangaan dat doorgaans contracten daar ook in voorzien. Ja. Ja, Louis, we kennen jou als keihard. Jouw vrouw zegt altijd van Louis is een hele leuke, charmante, zachtaardige man. Waarom heb je dat toch al die tijd voor ons verborgen weten te houden? Nou... dat komt inderdaad door mijzelf en natuurlijk de reactie van de media op deze persoon. Dus ja, ik kan jou niet ongelijk geven, maar ik ben de meest flexibele man. Ja, dat kan ik je wel zeggen, maar wij hebben nu eenmaal tegenstrijdige belangen. Ik moet mijn spelersgroep beschermen en stimuleren en motiveren. En de media is daar niet op uit. Moet ik zeggen. En zal altijd datgene willen weten van een speler dat in ieder geval reuring veroorzaakt. Dat is een gegeven van de media. En ik probeer aan de andere kant te vechten voor mijn spelers. Maar waar het om gaat is natuurlijk hoe jij met je spelers omgaat. En met je staf omgaat. En hoe we met elkaar omgaan. Het is natuurlijk zo dat niet iedere speler zeer blij is met Louis van Gaal, maar ik kan zeggen dat 70% wel altijd blij is geweest om met mij samen te werken. En dat moet je maar gaan verifiëren, ook later in mijn fase als bondscoach. Volgende vraag. Jan-Hermen de Bruin. Goedemorgen. Ik heb een dubbele vraag. In deze hele uitgebreide staf mis ik de naam van een sportpsycholoog. Is dat niet iets wat er nog bij hoort? Of is dat niet nodig? Neemt dokter Bond die rol over? De tweede vraag is hoe loopt de lijn met Jong Oranje als u ook helemaal verantwoordelijk bent voor echt de jeugddoorstroming? Wil dat zeggen dat je daar ook veel meer mee gaat bemoeien dan in het verleden een bondscoach deed? Nee, het verschil, eerst de eerste vraag, sportpsycholoog, ja, ik ben daar wel een voorstander van, want ik heb eigenlijk altijd al gebruik gemaakt van een sportpsycholoog, of hoe je zo'n man ook noemt. Bij Bayern had ik hem al, maar bij AZ had ik ook een backinggroep van psychologen, afhankelijk van het... aspect waarmee het te doen had, hadden wij specialisten daarvoor. Maar inderdaad, je zegt al de naam Piet Bon. Piet Bon is in mijn ogen een heel wijze man met heel veel empathie.
En die zou die rol veel beter kunnen spelen, omdat hij weet wie Louis van Gaal is en past in mijn beleid. Dus eigenlijk is Piet Bon datgene waarom ik gevraagd heb en is eigenlijk de sportpsycholoog. Maar wij hebben nog steeds die backinggroep. Want ook bij Ajax had ik al met Piet Bon, want Piet Bon was toen mijn dokter, hadden we een backinggroep samengesteld. En die is alleen maar meer ervaren geworden. De tweede vraag van jou was... Korpot. Nou, Korpot. In de structuur van de KNVB is het zo geregeld dat ik ben alleen maar bondscoach. En Mohamed Allag is de technisch manager. En die is verantwoordelijk voor zeg maar het jeugdbeleid. En Jong Oranje hoort onder hem. Nou, ik ben akkoord gegaan met die structuur. Omdat ik ook vind dat ik een passant ben. En Mohamed Allag is iemand die voor de lange termijn moet zorgen. En Jong Oranje en jeugdbeleid is iets voor de lange termijn. Maar dat weerhoudt me niet om bijvoorbeeld Cor Pot in iedere vergadering uit te nodigen. Zodat ik uit eerste hand de informatie krijg. Dus Cor Pot heeft in de afgelopen weken, want ik ben natuurlijk al voor 1 augustus begonnen, informatie in te winnen. En met name van hem heb ik al die jeugdige talenten gekregen. Qua naam, maar ook qua omschrijving. En van Danny Blind heb ik dat bevestigd gekregen. En daarom heb ik verschillende spelers opgeroepen. Want ik ben de laatste 3 jaar in het buitenland geweest. Dus ik heb daar minder kijk op. En dat heb ik al bij de presentatie van mijn staf uitgelegd. Cor Pot is er dus gewoon is een lid van mijn staf. Maar ja, die zit onder de verantwoordelijkheid van Mohamed Allag. Wat ik heel goed vind. Ja, Maarten Wijfels. Eerste vraag voor Bert van Oostveen. Jullie hebben de evaluatie van het EK gemaakt, hè? Wat is nou het belangrijkste waar de nieuwe bondscoach in jullie ogen mee aan de slag moet? Binnen dat elftal, resultaat. Binnen de selectie. Heel simpel, resultaat. Ja, en daarna? Want dat is een... Nou, dat hebben we denk ik gisteren geprobeerd duidelijk te maken. Naast de visie en de structuur bewaken. Ja, want ook als coach ben je een visie en een structuur bewaken binnen het elftal waarover je gaat. Zul je ook moeten zorgen dat, zoals wij het dan noemen, die kernwaarden weer terugkeren. Maar het allerbelangrijkste in de eerste fase, want vergis je niet, je speelt tot en met, het seizoen 2012-13, speel je 60% van je kwalificatiewedstrijden. Zul je eerst je maar eens moeten kwalificeren. En dat is al lastig genoeg in een pool met Turkije en Roemenië. Hongarije. En Hongarije. En een vraag aan Louis. Je noemde net, je zei, om maar voetbal te kunnen spelen moet je heel erg fit zijn. Wat is jouw indruk van sommige spelers geweest als je ze de afgelopen maanden gezien hebt in fitheid? Ja, kijk, ik denk dat je moet kijken naar het heden. En ik zeg dat niet voor niets. Als je het voetbal wil spelen dat ik voorsta, dan moet je topfit zijn. En dat is ook de boodschap die ik met deze persconferentie wil meegeven alvast aan de spelers. En ik heb ook al gezegd dat ik het ongelooflijk moeilijk vind om bijvoorbeeld Van Persie en Van der Vaart te selecteren terwijl ze niet 1 wedstrijd gespeeld hebben. En Van Persie gaat naar onze informatie zondag pas de eerste 45 minuten spelen. Maar goed, dan heb ik weer een ander argument dat ik vind... Bij de start van een nieuwe cyclus, ja, kan ik niet om Van Persie en Van der Vaart heen, want dat zijn belangrijke spelers. En dat zie ik ook. Maar in principe zal de volgende selectie zo zijn dat ik alleen maar topfitte spelers zal selecteren. En niet spelers die nog niet echt fit zijn en die misschien de tweede wedstrijd tegen Hongarije mee kan doen. Daar ben ik geen voorstander van. En nog 1 vraag voor Bert van Oostveen over het feit dat de nieuwe bondscoach ook moet doorselecteren. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe jullie dat zien? Zit hem dat in bepaalde linies? Zit hem dat in, je kunt zelf de analyse ook maken. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van een aantal spelers, is het noodzaak om in ieder geval kritisch te kijken naar de daaropvolgende talenten. Dat is overigens niet nieuw, dat heb ik vorig jaar ook al een keer geroepen. Dus dat beleid is op dat punt ongewijzigd. Ja, dank je. Zijn er nog meer vragen? Van het Riesen.
Louis, kan je een korte analyse van het Nederlands elftal geven op het WK of het EK? Nee, dat heb ik al meer of meer gezegd, dat ik niet wil terugkijken. Ik wil terugkijken met de spelers. Maar openbaar wil ik dat niet. Omdat dat weer een eigen leven gaat leiden. En dat wil ik niemand aandoen. Ik vind het ook niet verstandig. Want ik moet eerst met die spelers gesproken hebben. En dan hoor ik pas het werkelijke verhaal. En dat gaan we ook inderdaad de eerste dag doen. Maar wat ons bindt is het voetbal. Dus ik start wat ons bindt met die spelersgroep. En dat is het voetbal. Het voetbal wat we met elkaar willen spelen. En daar horen natuurlijk ook al het andere bij. En dat zullen we ook gaan bespreken. Dus ja, ik kan er hier geen antwoord op gaan geven. En ik heb nooit antwoord gegeven op vragen dat ik op zoveel kilometer afstand dan een mening heb. Nee. Ik heb altijd een mening gegeven, ook als analyticus. En dan kan je alle beelden terugkijken van de wedstrijd die ik gezien heb. En voor de rest heb ik nooit commentaar geleverd. Omdat ik vind dat het niet past als je niet deel uitmaakt van die groep. Nee, maar als analist kijk je wedstrijden op tv. Ja. En dan geef je ook commentaar op die wedstrijden. Ja, maar dus dan geef ik commentaar op die wedstrijden. Maar, deze heb je toch ook gezien, toch? Ja, maar dat wil ik eerst met die spelers bespreken. Ja. Hoe heet het, de eerste periode van jou is er veel kritiek geweest, ook intern van spelers, dat er zo hard getraind werd in Hoenderlo, in de bossen. Ga je dat nu inhoudelijk veranderen of zeg je, ik sta nog steeds achter die visie? Ik heb niet hard getraind. Dus. Ja, de spelers ervaren dat op dat moment zo. Ja, ja. Maar in mijn ogen heb ik niet hard getraind. En die visie is nog steeds niet anders. Ik zal nog altijd bijvoorbeeld tactisch trainen. Dat is op een hele lage intensiteit. En als die spelers dat zo ervaren, ja, nou, daar ben ik ook weggegaan toen. Ik ben uit mezelf opgestapt. Niet dat de KNVB mij verzocht, want die wilde me juist houden. Maar ik ben zelf opgestapt. En dat zou je dus nu ook niet aanpassen, zeg maar. Als er bij de wat oudere spelers die ervaring begint te leven. Ik heb, denk ik, hoeveel jaar? 40 jaar zit ik nu in de voetballerij. En ik geef 25 jaar, zeg maar, coach ik elftallen en train ik elftallen. Lijkt mij dat je toch wel enig vertrouwen in de coach mag hebben en in de staf mag hebben en met name in de inspanningsfysioloog hebben die dat goed zou weten te doseren. Volgende vraag. Ga je weer de bossen in of is Noordwijk de uitvalsbasis? Nou, je bent heel sterk om datgene te accentueren wat in jouw kraampje te pas komt. Dat vind ik wel sterk van je. Het bos in, dat bedoel je Hoenderlo, mag ik aannemen? Exact. Ja, nee, dat je dat weet. Nee, ik ben toen naar Hoenderlo gegaan om een heel belangrijk argument. Maar dat zal jij over het hoofd gezien hebben. Het argument was het veld. We trainen toen bij Blauw-Zwart en dat was niet een aangenaam veld. Nu trainen we bij Quick Boys, dat wordt onderhouden door de KNVB. Dus ik heb helemaal geen argumenten om uit Noordwijk te gaan. En zeker niet, ik woon er. Dus het is heerlijk voor mij. Is dat misschien ook de reden? Maar het argument is het veld en de accommodatie. En het voordeel van Hoenderlo is wel dat er een LPM-systeem is, waardoor ik beter kan meten. Dus het kan nog wel eens voorkomen dat ik naar Hoenderlo ga. Maar dan is het argument dat ik de spelers kan meten hoe fit ze zijn. Ah, dat ga je dat nu instellen ook in, bij Quick Boys dan? Want daar wil je toch altijd mee werken dan? Ja, dat hangt van de KNVB af. Dat kost geld. Daar hoor je van. Afsluitende vragen? Ja, Willem Vissers. Dag Louis, welkom. Ik heb één vraag over de selectie eigenlijk. Dat is, er zullen veel mensen zich afvragen waarom Klaasie er niet bij zit. Volgens mij heb ik die niet gehoord, mensen. Ja, nou,
Ik moet ook zeggen dat ik vind dat Klaasie heel dicht en misschien wel geselecteerd had kunnen worden. Maar je moet ook kijken naar de vacatures die ik heb. En hoe ik dat zie in de positie waar Klaasie speelt en wie ik heb daarvoor. Cor Pot, dan hebben we de overgang. Cor Pot, coach van Jong Oranje, moet zich kwalificeren. Heeft 1 punt nodig, dan is hij eerst in de groep. Dan krijgt hij een betere loting. En dus ik heb gedacht, dan ga ik Klaasie niet selecteren. Omdat hij dan in ieder geval Jong Oranje sterk wordt. Datzelfde geldt voor Ola John. Datzelfde geldt eigenlijk voor Ola John. Want ik verwacht dat deze jongens binnenkort wel geselecteerd zullen worden door mij. Maar dat hangt ook van de spelers af die ik nu geselecteerd heb, natuurlijk. Dat kan ik niet op voorhand zeggen. Maar dat ze er dichtbij staan of zelfs wel geselecteerd had kunnen worden, dat is duidelijk. En vervolgens ligt een beetje, sluit een beetje aan op wat Valentijn net vroeg. Frank de Boer noemde zelfs toen dat Oranje meer in die vorige periode meer een soort bezigheidstherapeut nodig had dan een trainer die elke dag zo een beetje de doserende manier die jij hebt. Als de spelers dat nou vinden, op een gegeven moment kunnen de spelers dat vinden. En nu heb je ook weer een groep met veel wat ervaren spelers. Net als toen een beetje, er waren veel oudere spelers bij. Nu zijn er ook verschillen dat jij toen bijna al die spelers kende, nog uit je Ajax-periode. En nu is het een beetje een andere groep. Veel spelers waar jij nog niet mee gewerkt hebt. Moet je dat toch niet oppikken? Nee, maar dat is wat anders. Dat is een andere vraag als Valentijn, hoor. Je had het over de trainingsintensiteit. Dat was een concrete vraag. Nu vraag jij iets over de chemie tussen trainers en spelers. Ik heb altijd mij willen aanpassen aan de spelersgroep. Als dat tenminste binnen de visie is van de KNVB, maar ook die van mijzelf. Dus natuurlijk luister ik naar de spelers. Dat heb ik net ook gezegd. Dat het iets is van de spelers zelf. Het systeem is ook van de spelers. Dat is niet van de coach alleen. Alleen, ik heb natuurlijk wel ook een visie. En zij moeten natuurlijk ook met goede argumenten aankomen. Maar als ik een rondootje doe en ik laat ze uitlopen op maandag. En dat is hard trainen. En ik doe 11 tegen 11. En dat is hard trainen. Dat is niet conform de waarheid. Daar zal ik geen dan naar mijn spelersgroep luisteren. Want dan denk ik dat het wat moeilijker wordt. Ja. Om een elftal goed voor te bereiden op een volgende wedstrijd. Het gaat over de intensiteit. En 11 tegen 11 met heel veel stops erin. Omdat je tactische aanwijzingen geeft. Kan ik je zeggen dat dat in de trainingsopbouw en voorbereiding van een wedstrijd. De laagste intensiteit is op het rondootje na. Oké. Valentijn, laatste vraag. Zoals altijd. Louis, er zitten twee Feyenoorders in. Nou ben jij niet erg on speaking terms ook met Ronald Koeman. Hoe gaat dat? Of is dat inmiddels rechtgebreid? Of hoe is die relatie op dit moment? Nou, ik ben bondscoach. En ik ben ongelooflijk professioneel. Dus ik heb na de wedstrijd Feyenoord-Dynamo Kiev met Ronald gesproken. En die was ook ongelooflijk professioneel. En wij hebben de spelers doorgenomen die ik zou selecteren en die ik niet zou selecteren. En volgens mij moet je dat ook verwachten van een bondscoach. Ten slotte moet ik toch ook met jou praten. Ja. Dat lijkt me een hele waardige afsluiting. Ja. Vind je ook niet? Ja, vind ik zeker. Ah. Dank u zeer allemaal voor de aanwezigheid. We zien elkaar binnenkort weer.